Goedemorgen, lieve mensen. Vandaag is vrijdag, onze laatste dag in Oostenrijk. Het is nu bijna 6:30. Ik sta hier even lekker op mijn balkonnetje, een beetje wakker te worden. We gaan rijden naar Gerlos. En daar gaan we weer draaien de hele dag. En ik heb geen idee wat we gaan doen, maar het wordt vast heel leuk. Ik ga in ieder geval lekker skiën, dat is mooi. Goedemorgen! Hallo! Hallo! Goedemorgen, sunshine! Kijk, dat is Bob, die zat heel chagrijnig. Waar is mijn call sheet? Waar is mijn call sheet? Ik heb geen call sheet gekregen. Ja, jij mag ook helemaal geen call sheet. Goedemorgen, zonnetje! Goedemorgen! Even nog een paar handschoenen, want ik doe elke dag een ander merk. Muts. Heb ik de hele tijd een helm op? Ja. Oké, dan hoef ik geen muts. Kijk, dat is een beetje raar. Aangezien ik niet weet wat ik moet doen, moet ik hier aan de mannen vragen wat ik aan moet. Maar gelukkig hebben ze een goede smaak. Ja, we zijn in Gerlos aangekomen en het sneeuwt hier hartstikke, maar het is ook wel mooi. Het is echt een hele andere wereld dan waar we net waren. Is het lekker warm? Dit is mijn uitzicht vandaag. Zit je lekker? Ik ben er heel blij mee. Wat een grap, joh, dit. En actie. Vroeg opstaan heeft sowieso voordelen, want er is helemaal niemand hier op de berg in Gerlos. Kijk eens wie er mee is. Het is Frankie. Onze Nederlandse vriend, of eigenlijk, je komt ook gewoon uit Amsterdam en dan kom ik jou hier elk jaar tegen in Gerlos. Hey, ik vind het leuk dat je er weer bij bent. Gezellig, hè? Frank, die is van ski-informatie. Jij moet altijd alles in de gaten houden, toch? Al het nieuws, zeg maar, het skigebied en zo. En vooral het weer. Dus wij wisten al dat het dit weer zou worden. Kijk nou. Wat geweldig. Het is wel heel grappig. Ik spreek dus eigenlijk geen woord Duits, maar ik zit wel hier deze beste Martin, wat gewoon de burgemeester is te interviewen. Het kan toch eigenlijk niet? Het is een schande. Ik moet echt Duits leren. Naar de nonnen moet ik. Gelukkig waait het niet. Jeetje, Wina. Zo, ik ben op zoek naar een plek om het te verstoppen voor Koert-Jan. Er kwam net even een sneeuwstormtje voorbij. Kijk. En ik denk dat hij echt niet door gaat hebben dat ik hier ben. Wow, check die storm hier. Oké, de cameraman die komt er ook aan. Of regisseur eigenlijk. Maar. En ja, je ziet niks meer. Kijk, ze zijn helemaal met mijn voeten erin. Top. Ik ga me nu, kijk, ik ga natuurlijk niet zomaar meer ergens ingraven. Ik heb hier een, iemand gevonden die mij gaat helpen. En hij zegt, het is best wel spannend, dat ik hier in dit gat, hoe lang, een week? Nee, een week niet, maar een dag. Een dag. Helemaal geen probleem. Een dag zuurstof zit er in dat gat, dus ik kan het even volhouden. Nou ben ik lichtig claustrofobisch, dus dat is leuk. Oh, kijk dit nou, jongens! Kijk, vogels! Het is best wel spannend. Kijk, het ziet er gewoon heel diep uit. Nou, dan neem ik mijn markertje maar mee. Zo. Is dat heel groot? Kan ik het dicht doen? Dicht maken, dat graafje? Ja, ze zijn er bijna, hè? Ja. Ja, maak maar dicht. Okay. Vandaag is weer een hele speciale dag bij Off-Piste, want Koert-Jan die heeft een item dat gaat over lawines en hoe je mensen moet uitgraven uit lawines. En nu ben ik hier ingegraven. Ik zit hier in een, ja, gewoon in een hol. Ze hebben net de deur dichtgemaakt. En ik heb hier wel een walkie-talkie voor als er wat misgaat. Want ik zit natuurlijk wel helemaal diep onder de sneeuw. En dan gaan we kijken of hij mij weet te vinden. Met zijn hond. Ik hoor wat. Volgens mij komt hij eraan. Volgens mij.
ja, alles goed. Oh. Jezus. Sani, alles goed? Hoppala. Oké, ik ben nu toch wel een beetje geschrokken. Het bizarre is dat de scène nu mislukt is en dat we dus opnieuw moeten doen. Want ja, we willen wel laten zien hoe het echt hoort. Dus hier wordt nu een nieuw rolletje voor me gegraven. Kijk, daar liep Stefan net overheen en toen stortte het dus in. Niet echt heel snugger van hem. Maar goed, the show must go on! En alsof er niks gebeurd is, graaft Stefan nu een nieuw gat. En ik ben zo gek om er weer in te gaan liggen. Ja! Hey! Hey! Hallo! Stella, Stella! Stella, Stella! Stella, ja hoor! Je zou maar presentator zijn van het skiprogramma. Moet je kijken, wat een weer. Sunny! Ja! Kort! Ik kom je redden! Ja! Hey, pak mijn hand! Nou, ik ben een beetje. We hebben net geluncht. Ik ben een beetje bijgekomen van de schrik. Het gaat weer goed met me. En het gaat ook weer goed met het weer, want de storm is inmiddels voorbij. Het is weer skiweer. We gaan nu even met z'n allen een stukje filmen. Ik heb natuurlijk weer een nieuwe outfit aan. Tada! Ik heb al aangekleed. Ik was om 4:45 wakker. Ik heb er in mijn leven nog nooit zo slecht uitgezien qua huid als nu. Ik weet niet wat het is. Ik denk het slechte eten en het weinig slapen. En de stress van gisteren. Ik heb echt vannacht de hele tijd aan gisteren gedacht dat ik onder de sneeuw lag. En dat beeld van dat instortte, dat was echt best wel... eng. En ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Dus ik probeer maar elke keer juist naar die ervaring terug te gaan. En te beseffen van, nou, het ging goed. Ze hebben me eruit gehaald. Weet je wel, om iets te doen dat het geen trauma wordt of zo. Want ik heb geen zin dat dit elke nacht terugkomt. Ik ga er heel veel make-up op gooien. En ja, vandaag wordt ook een hele zware dag. We beginnen zo meteen met draaien. En dan gaan we rijden. En dan hebben we een halve draaidag tot 3:00. En dan om 3:00 gaan we naar Frankrijk rijden, wat nog 8:00 rijden is. Dus ja, het is gewoon even heel erg pittig. Kan niet anders zeggen. We zijn op onze eerste locatie aangekomen. Hoe is het? Bastian. Daar is die, mijn... man die ik nu ga interviewen in het Duits, terwijl ik geen Duits kan. Hoe mooi is het uitzicht van deze boer. Zo, prachtig. Kijk nou hoe geweldig deze mensen wonen. Dit is een huis van 140 jaar oud. Het is helemaal van hout. En dit is hun grond en hun tuin. Kijk, daar in de lucht, daar vliegt Kortjan. In een luchtballon. Wat grappig dat hij even langskomt. Nou jongens, ik ben die hele moed van gisteren en van vanmorgen ben ik al helemaal kwijt. Ik voel me weer helemaal fris en fruitig en gelukkig. Misschien moet ik maar in de bergen gaan wonen. Want volgens mij als je
zo wakker wordt met dit uitzicht en met lekkere verse lucht, dan is alles weer goed. Het hele dorp is uitgetrokken om op deze mooie dag te gaan skiën. En wij ook. Het is een goede dag om op de piste te zijn. Helemaal perfect tot dusver. Op een dag als deze wil je natuurlijk maar één ding en dat is vliegen met een helikopter. Kijk, dit is Paul en zonder... Hallo! Hallo! En ja. Zonder deze lieve Paul... Oh, ik zie er wel heel erg diva uit. Doe me even af. Ja, je bent toch ook een beetje een diva? Ja, door jou. Paul maakt een diva van mij, want ik heb allemaal hele mooie outfits en dan nu ineens dit weer. De heli? Ja, moet maar, je even ophalen. Maar dankzij Paul bestaat dit programma, want ja, dat vind ik wel heel leuk. Hij bedacht, er moet nog een ski- of een wintersportprogramma komen. Ja, tuurlijk. Moet en, even iets leukers komen. Ja, want Paul die regelt al die fantastische appartementen. En ja, zo staan we ineens een heel mooi programma te maken. Nou, Remco die wordt even geïnstalleerd in een helikopter. Het lijkt net of je eruit gaat hangen. Ja, dat doe ik ook. Maar je beentjes blijven bij buitenboord. En de deur blijft open. Oké. Okay. Mijn god, hé. Je bent echt een stuntpiloot. Heb je dit wel eens gedaan? Wat? Nee. Bij wat we net hebben gedaan natuurlijk, want we zijn nu aan het inpakken ons productiekantoor. Want wij gaan naar Frans. Hallo, het is 11:30. En we zijn... Jezus, ik heb een ander paswoord. Jongen, je moet eerst mijn witte hoofd en dan moet je... En mijn ballen? Ik zit hier al 3 weken. Ja. Frederik is ons komen aflossen, of hoe zeg je aflossen, komt vers uit Nederland, maar ze heeft even in de zon gezeten. Zo ziet het er dus uit als je wel echt op vakantie bent. Zo, dit is ons nieuwe huisje. Maar ik ga niet kijken, want ik ga meteen naar bed. Ik heb mijn spulletje aan het uitzoeken en hier ga ik lekker slapen. Nou, ik heb een hele lange rit op zit van 8 uur. Ik heb gelukkig nog een klein beetje licht slapen tegen productiekrat. Dus ik ga nu lekker verder slapen. Tot morgen. Doei doei. It's a brand new day. The sun is not yet shining. Maar het is wel een mooie dag. Dit is mijn uitzicht. En dit is mijn pakje voor de dag. Grappig hè? Very strak. Nieuwe outfit is weer aan. Spullen zijn gepakt. En we gaan lekker skiën. Daar heb ik zin in. Ja hoor, daar zitten we dan. Dit is het goede leven. Remco maakt shotjes. Ja, en ik zit maar gewoon een beetje... wat moet ik anders doen? En wij zitten wat hier gewoon... Wat moet ik anders doen dan snotjes maken? Snotjes! Snotjes! Slotjes! Krotjes! Nee! We staan nu boven aan de muur. Dat is Zwitserland beneden. Ik blijf mooi hier. Wat zijn we? Goed, goed, goed. Wat, zijn wat we? Is dit? Paul, kom eens hier. Mila, wat zijn we? Wat is er? Weet ik veel. Het is een...
grab. Ik ga slot.